Ja, nou ja, de naam Vestelonium, eigenlijk uh, als we de naam al een beetje opknippen, um, dan bestaat het uit vestuca's en lolium. Um dat verklaart al het een en ander. Nou, de festuca's die zijn beter bekend, misschien wel als de beenplankbloem en de, de rietswenktypes. Bekend om hun eh, wortelontwikkeling, hun hoge droge stofopbrengst, maar ook vooral die, droge stof, of sorry, die eh, droogtetolerantie. Nou, aan de andere kant heb je de loliumsoort, beter weer bekend als de Italiaanse raaigrassen of de Engelse raaigrassen. En die genetische eigenschappen, zoals de voorjaarsgroei, de verteerbaarheid, de, de goede voederwaarde... Het gaat er nog niet eens bij op, maar ook de smakelijkheid van dat type gras die spreekt ons aan. Nou, en als je die kruisingen eigenlijk allemaal eens naast elkaar gaat zetten, dan merk je dus dat de veredelaars, en in dit geval DLF, niet stilgezeten heeft om dit naar een hoger niveau te tillen. We hebben hier achter mij een aantal foto's op een rij gezet van de proefvelden. En daarin zie je dus al drie typen Vestalonium's naast elkaar liggen. Van een afstandje zie je al daar wat verschil in structuur. Gaan we daar wat verder op inzoomen, dan hebben we een aantal generaties Vestalonium's naast elkaar. Elkaar gezet. Nou, generatie 1, de kennis onder ons die zien misschien wel van hey, dat heeft wel wat karaktereigenschappen van een rietswenk. Het is een wat opere zode, de grassen zijn wat stugger en ondergronds kunnen we hier niet zien, maar daarvan weten we dat het een behoorlijke diep gewotteld is en daarmee ook droogte resistent is. Wat misschien bovengronds graag zien is een wat, nou ja, wat frisser gewas, een wat dichtere zode. En ook het gras wat, wat fijner is en wat zachtbladeriger is. Die wat meer de karaktereigenschappen heeft van een, uh, uh, van, een of van een Engels raaigras. En daarbij ook die goede voederwaarde heeft. Nou, deze plaatjes op een rij... Met aan de, de laatste dus de powergrassen Daar ga ik zoiets over vertellen. Zie je eigenlijk al dat die Vestelonium-types niet over één kam kunnen scheren. En om die reden hebben we gezegd, we gaan de, 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 de Vesteloniums, die deel uitmaken van ons droogteconcept. Die zijn uniek in dit soort, die zijn speciaal geselecteerd op die droogteresistentie. Maar daarbij natuurlijk ook op die hoge voederwaarde en die smakelijkheid. En ook natuurlijk die zacht dat type die maken deel uit van ons droogteconcept en die noemen we de powergrassen. En die maken dan ook deel uit van ons uh, topgras Hydropower.